Dank u. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het sowieso verstandiger dat jij dat doet. Dit lijkt op een spel, dit ruikt naar competitie, naar om ter eerst, om ter abs, om ter best zijn. Dat is helemaal uw artikel, Freek. En start! Thomas, laat mij nu wel concentreren. Ik ben niet bitsig geworden, want op de rest is het heel hetzelfde. Als de competities wordt, dan is het weer een. Het is wel zwoel door zijn haar gaan. Het is wel beter om wat te weten. I love you. Zo ver werd every night, every day. All day long. Ik vind het een agressief spel. Ik vind het ver van pacifisme afzet. Wat denk je, hè? Ik vind het totaal smerig. Ja, smerig. Als flatline is het. Ik vind het ook. Dat is het enige wat er nu nog aan stage 2, hè. Op deal, waar zat jij? Oh fuck, nu wordt het echt wel moeilijk. Ja, maar moeilijk gaat ook, hè. Freek, je ook te doven in jezelf. Ik zeg altijd, door volharding werd Thomas bereikt de slachtoffer. Is dat echt iets van handig? Van hier om op de oplossing te komen? Nee, redelijk nieuw. Ja. Denk niet dat we aan de hand van communiceren en game over. Niet meer met te praten. Met verloren eigenlijk, Freek. Ja, maar zijn ik heb gehoord dat die dat toch iets beter heeft gedaan. Ga je eerlijk zijn, Thomas? Met dat verstand is dat ik dacht aan. Want ik denk dat dat niet voor u meer is. Maar jij hebt andere talenten. Ik heb gewoon het gevoel, Freek, en ik wil je niet met een slecht gevoel op, maar er zat meer in. Er zat meer in. En nog één ding, in plaats van direct schieten en iedereen kapot, probeer eerst een keer tot een overleg te komen, te praten en te zien wat er daar niet massaker. Hij is zo'n suit, dat is een ding. Direct schieten. Dat vind ik zo. Dank je wel. Goed gedaan. Ja, dat is goed. Wat goed. Adeel, eat that.